Nou, je ziet het. Het regent niet. Al maanden niet. Maar ik was even weer eens in mijn favoriete straatjes. Waar ik schuimpjes in gegooid heb. En vind ik dat zo leuk als ze zitten te wachten als ik eraan kom. Ik weet van die schuimpjes. Ja, jongens. Even van het zonnetje genieten. Ja, je bent zo weer vrij. Mooi, hè? Nieuwe dag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nooit geschoten, altijd mis. Dus ze geven gewoon toe dat ze de boel lopen te geo-engineeren. Dat was op 12 april, 's ochtends om 9 uur op Radio 1. Bij de NPO. Moet je maar eens naluisteren. Jongen, wat gemeen. En dat ze ook prijzen krijgen, hè, voor als ze de Nederlandse bevolking voor de gek zetten. Daarom vroeger had je altijd... Je kon je 's ochtends inbellen, anoniem, kun je gewoon bellen eventjes wat je mening was. Daar zijn ze snel weer van afgestapt, of snel. Bleek dat niet iedereen net zo dacht als ze zelf dachten. Kwamen ze toen wel even achter. Ja? En ze zeggen, oh, nationalisme, hè? Dat is recht. Nou, volgens mij is... Het andere krom. Ja, want je soevereiniteit opgeven, je onafhankelijkheid. Nou, dat klinkt nooit goed. Pim zei het nog. Maar ja, Pim hebben ze natuurlijk helemaal slecht moeten maken. Want die nam het voor zijn eigen volk op. En dan is hij in één keer racist. Nee, je hebt gewoon volkeren. Je hebt allemaal soorten volkeren. En als je naar een volk kijkt, moet je gewoon respect hebben voor een bepaald volk. Hoe ze denken, wat ze doen en dit en dat. Kun je niet zomaar een hele groep erin brengen die precies het tegenovergestelde denkt. Dan ben je de boel aan het voorbereiden. Op een grote ramp waar ze weer kunnen profiteren. Hè? Kunnen ze de mensen onder controle houden. Ja. Nou. Ik zal deze nog even nakijken. Ja, ik heb vandaag best wel wat gevonden, ik had niet verwacht. Maar ja, ook best wel wat grote dikke, dat vond ik ook wel mooi. Ik heb ook tijden gehad, vond je helemaal geen dikketjes meer. Ja, je moet altijd goed kijken hoor. Niks. Verzekerheid, niks. Nee. Zo. Langs die randjes lopen ze langs, proberen ze er omhoog te klimmen en dan vallen ze er meestal in. Nou, er zit weer een padje te wachten op mijn schuimpje. Zie je? Leuk, hè? Nou, spin is erin gevallen. Zal ik er ook even uitvissen. Springt die pad me er nou net af? Nee, toch? Jongen. Je hebt soms padden ertussen zitten die moeilijk. Ah, springt hij eraf. Eikel. Nou, dit is weer zo'n pad. Soms heb je van die padjes. Oh, hier zit hij. Jongen, doe nog niet zo moeilijk. Je mag er toch uit. Hier. Zo'n vluchtpad is dat. Je gaat heel hard springen zo direct. Poink. Hup, je bent eruit. Hup. Zo. Goed langs de randjes kijken. Nee, niks. Ah. Wacht niet bij de familie. Hup, kom maar. Oh. Zo, hup. Nou. Je ziet het, als ze niet vliegen. En vaak de laatste tijd vliegen ze als de wolkjes aankomen. Om wat regen brengt, komen ze er gelijk aan. Gaan ze de hele tijd lopen sproeien. En dan heb je snel witjesdag. Geen regen. Zwaar, helemaal bedrukt gevoel. Dat je bijna niks meer kan doen. Nou, en alles droogt uit, sloten. Alle putten drogen ook uit. Straks gaan die beesten, omdat het zo droog is, de manen niet geregend hebben, gaan ze allemaal uit nood kruipen ze in zo'n put. Enigste vochtige plekje wat er nog is. En wat mensen ook moeten doen is, bakjes met water neerzetten. Voor de egeltjes.
Gewoon meer vogels hebben dorst. Al die beesten hebben dorst. Dus help de natuur, ook de egeltjes. Zet bakjes met water neer. Doe dat ook.